spelen. Deze zomer was eigenlijk anders dan andere jaren. Je verwacht eigenlijk gewoon je stijgende lijn van vorig jaar door te zetten. Je begint in mei met je trainingskampen. Alleen, ik ben eind mei geopereerd aan mijn kruisband. Dan vervolgens komt een heel revalidatieproces ga je in. En dat houdt de eerste 6 weken vooral in. Ik liep op krukken. Dus een beetje strekken en buigen van de knie. Na 6 weken mag je dan wat meer belasten. En dan ga je langzaamaan naar de stapjes toe. En de stabiliteit van de knie is dan heel belangrijk. En in 3 maanden mag je sprongetjes gaan doen. En ik zit inmiddels op 4,5 maand en ik sta sinds 1,5 week weer op het ijs. En je merkt gewoon elke week dat je denkt, ik mag weer fietsen. En deze week ik mag weer sprongen doen. Nu, ik mag weer schaatsen. En de volgende stap is dat je echt schaatssprongen doet. Je hebt iets om naar uit te kijken en ook vooral dat je gaat de dingen weer meer waarderen. Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan eigenlijk. Dat is toch wel, laat toch wel zien dat ik echt een schaatser ben. Ik bond mijn schaatsen onder en natuurlijk was het begin een beetje onwennig. Maar eigenlijk vanaf het begin af aan, toch wel in de hoeken ging het best wel makkelijk. En natuurlijk, ik merk het krachtverschil nog. Dat is eigenlijk de grootste factor, is nu het krachtverschil. Dus ik moet vooral veel krachttraining doen om het verschil weg te trainen. Maar het schaatsgevoel zelf, het was vooral, ik denk... Na een week had ik een training dat ik snelheid op moest bouwen. Dat tot die tijd wel wat duur meegedaan, maar dat je vanuit nul weer snelheid opbouwt en dat je merkt dat je slag klopt. Dat was toch wel even dat je denkt, daarom vind ik schaatsen leuk. Dit gevoel, dit moet ik hebben. En dat je dat na een week al op het ijs hebt, is denk ik heel positief. De standaard dingen, de fietsritjes. Ik heb gisteren bijvoorbeeld een fietsritje hier. Ik heb nog nooit zoveel genoten van een fietsritje. Ik heb deze periode niet als moeilijk ervaren. Ik heb het meer als een hele nieuwe ervaring en een keer wat anders. Vanaf het begin af aan eigenlijk heel positief ingestaan. En ik denk dat dat heel erg geholpen heeft waardoor ik het traject zo makkelijk doorlopen ben. En natuurlijk, ik ben er nog niet en ik heb nog een lange weg te gaan. Maar tot nu toe gaat het gewoon heel voorspoedig. Hoe zeg je dat? Ik kijk heel erg uit naar de volgende stap. Dat ik weer sprongen mag doen. En dat triggert je ook. En dat houdt je gemotiveerd.